een stralend zonnetje, maar een felle wind. Het was koud, bitter koud zondagmiddag in Aardorp. Net als bij een echte Elfstedentocht. U loopt ook weer mee? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooi weer, hè? Ja. Nou, super. De drie E's, Evelien Bos, Evelien Bijen en Evelien Wildeboer van de stichting Avond Vierdaagse Aardorp organiseerden net als voorgaande jaren een winterwandeling. Met vorig jaar Witte Wieven als thema en dit jaar was het de Elfstedentocht. ...180 mensen van jong tot oud trotseerden blijmoedig de kou en liepen de 5 kilometer door het dorp. Er moest gestempeld worden in alle 11 steden. En de eerste post was natuurlijk Leeuwarden, oftewel Ljouwert. Mijn vader was ook echt zo van, nou, ja, in groep 8, of de 6e klas, toen mocht ik pas naar horen. En niet eerder, die moet eerst echt schaats. Nou, hebben jullie last van de kou of helemaal niet? Alleen van tegenliggende zon. Oh, ja, jij een zonnebril middels. Ja, dat was hem, hè? Het is een beetje koud. Dank je wel. Nou, je bent er bijna al, hè? Ja. Na de laatste post, Franeker, op zijn Fries Frientjer, werden ze verwelkomd door het hoorngeschal van het jachthoornensemble Kiek Doris. En als beloning was het heerlijk warme snert, glühwein en chocolademelk. En echte Friese dupkes. Ja.